Serieus, dit is gewoon echt tegen me gezegd. Gewoon into my face. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Ik ga vandaag een iets wat andere vlog maken dan dat je misschien gewend bent. Ik ga namelijk een top 10 laten zien van dingen die je niet moet zeggen tegen mensen met littekens. Niet. Onthouden. Nummer 10. Ook als je denkt grappig te zijn, echt niet doen. Laat die mensen lekker zelf in hun waarde. Als ze er een grapje over willen maken, doen ze dat zelf wel. Maar ga niet met grapjes komen om het ijs te breken. En vraag er gewoon naar. Als je iets wil weten, als je graag met deze persoon met littekens wil praten, gewoon vragen. Gewoon, hoi, hoe is het? En wat heb jij? Geen probleem. Nummer 9. Doe normaal. Dat je met een beetje zelfspot dingen zelf zegt of een beetje grappig, prima. Maar dat iemand anders, dus zonder littekens, dat gaat zeggen. Op nummer 8. Ja, deze ook. Oh, nee. Doe dat nou niet. Oh, nee. Ja, het gebeurt. Dit zeggen mensen gewoon. Op nummer 7. Deze van Volendam is maar ook echt gewoon zo vaak gezegd. Echt niet één keer, maar echt meerdere malen dat mensen denken dat ik uit Volendam kom. Nee, dat is niet zo. Dat ik in de kroeg zat en dat zeggen, zo, jij bent ver van huis. Nee, ik kom niet uit Volendam. Er zijn niet alleen maar brandhonden in Volendam. Er zijn nog heel veel mensen die ergens anders hun ongeluk hebben meegemaakt. Op nummer 6. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Doe normaal. Zeg dat niet mensen, alsjeblieft. Op nummer 5. Is die al voorbij? Is die al voorbij? Op nummer 4. Die is toch ook te grappig. Op nummer 3. Die moest er gewoon eventjes bij. Dit is echt een zelfspotgrapje. Niemand ooit gezegd tegen mij, maar als mensen, of litteken, mensen met littekens onderling, ja, is dit gewoon echt een heel erg leuk grapje. Ik moet er gewoon om lachen. Maar hij is wel hard. Ik snap het. Op nummer 2. Echt serieus. Ja, bizar. Dit gebeurt gewoon. Echt, mensen die dat zeggen, nou, dan ben je gewoon niet meer goed wijs. Nee, soms moet ik er ook wel echt een beetje om lachen. Ik denk, hè, zijn die personen nou echt? Op nummer 1. Dit is dus echt iets dat is zo stom. Serieus, dit is gewoon echt tegen me gezegd. Gewoon into my face. Je snapt het niet, maar het gebeurt echt. Vanaf nu weten jullie dus wat je dus niet moet doen, hè? Dus dit zijn de dingen die je dus niet moet zeggen tegen mensen met littekens. Onthouden. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Doei doei!